Hallo allemaal, hartelijk welkom op mijn YouTube-kanaal. Zoals je weet wordt dit YouTube-kanaal vooral gebruikt voor video's over 3D-printen, CNC-routen, chocolade 3D-printer. Nu gaan we er ook wat video's aan toevoegen over het maken van ijs met een ijsmachine. Vandaag de eerste video en die gaat over het maken van ijs met de ijsmachine van Primo. Dat is een Belgisch merk. Ja, vraag me niet precies naar het modelnummer, ik zal het onder de video plaatsen. Het apparaat kostte mij €180 bij Vida XL, niet liegen, Vida XL. En het is super simpel om ijs te maken. Ik heb nog nooit in mijn leven ijs gemaakt. Had natuurlijk wel wat video's gezien en even ernaar gekeken, maar het stelt echt helemaal niks voor. De eerste keer dat we ijs maken is dat met roomijs. Met vanillesmaak. En aangezien ik geen zin had om echte vanillestokjes te kopen, hebben we daarbij vanille extract gebruikt. En dat werkt prima, moet ik eerlijk zeggen. De eerste lading is inmiddels ingevroren. U gaat aan het eind van de video niet zien dat het klaar is. Ja, je gaat het wel klaar zien, maar niet hoe we het geproefd hebben en dat soort dingen meer. Maar ik kan je vertellen, het is erg lekker. En daar kun je natuurlijk van alles aan toevoegen. En dit is dan alleen maar roomijs met vanille. Maar je kan daar chocoladeijs van maken, citroenijs van maken, perzikijs van maken, pistacheijs van maken, stracciatella. Nou, bedenk het maar. Elke soort ijs die je maar kunt bedenken. Nou, laten we overgaan tot het proces van het ijs maken. Ik hoop dat je het in elk geval alvast leuk zult vinden. Oké, we gaan een eerste poging doen om vanille-roomijs te maken. Wat hebben we daarvoor nodig? 200 deciliter slagroom. 300 deciliter melk. Dit is volle melk, had ook halfvolle kunnen zijn, maar hoe meer room, hoe romiger het ijs wordt. Een snufje zout. 3 eierdooiers. 150 gram suiker. En eigenlijk moeten we dan vanille gebruiken. Dat kan je natuurlijk vanaf het stokje doen. Wij doen dat met vanille extract en dat zijn 2 theelepeltjes. Nou, wat we gaan doen, we gaan de suiker mengen met de eierdooiers. Gaan we een beetje schuimig opkloppen. Daarna gaan we de andere ingrediënten toevoegen, door elkaar roeren en dat geheel gaat in de ijsmachine. Zo, daar zijn we weer. Gaan we hier de melk bij in doen. En de slagroom. Snufje zout. Zo. Iets meer. Zo ja. En daar moet de vanillesuiker nog bij. Of het extract daarvan. Dat worden 2 eetlepels. Dat ga je niet zien. Tot zo. Zo, het geheel in 1 beker. Door elkaar geroerd. Het mag bij elkaar niet meer dan 800 milliliter zijn voor onze machine. Nou, dat is die niet. Hij is ongeveer 750 milliliter. Dus nu gaat het de ijsmachine in en dan gaan we de ijsmachine aansluiten. Nu in de ijsmachine. Ik heb het erin gedaan terwijl de motor draaide. Dat schijnt beter te zijn voor de kristallen. Ik ben een beginner, don't worry. Dus als het niet goed gaat, dan gaat het niet goed. Hij staat dus nog niet op vriezen. Dat gaan we zo meteen pas doen. Ik ga nu de deksel erop doen. Zo. Die wel goed erop, hè? Zo ja. Nu zit de deksel er goed op. En nu gaan we hem op vriezen zetten. En dat gaat hij dan 3 kwartier tot 50 minuten. En dan moet de eerste lading in zoverre klaar zijn, dan moet hij daarna nog 30 minuten vriezen. 45 minuten, het is nu 10 voor 1. 5 over half 2 moet eigenlijk de eerste bak ijs klaar zijn. Dit is na ongeveer 45 minuten het resultaat. Laat hem nog ietsjes doorgaan. Ik denk dat het nog iets meer kan hebben. Maximum is 1 uur. Zo, laten we hem nog even doorlopen. Er zit overigens in het apparaat, in dit ijsmachine, zit ook een beveiliging. Dat als de motor het niet meer trekt, dan wordt de motor automatisch uitgeschakeld. Nou,
We gaan elke 5 minuten even kijken. Oké, ongeveer een uurtje. En we horen nu ook aan de motor dat langzaam maar zeker hij het moeilijk begint te krijgen met de draai. Dus we gaan nu veranderen naar vriezen. En met dat te doen gaan we ook gelijk de spatel eruit halen. Nou, het veranderen naar vriezen, dat doen we hier op de afstandsbediening. Dan draai ik hem open. Even kijken, zo ja. En dan gaan we de spatel eruit halen, maar die moet ik schoonmaken. Dus als je geduld hebt, kom ik zo bij je terug. Daar was ik weer. Nou, de spatel is eruit. Hij staat nu op vriezen. Overigens, het apparaat heeft 4 standen. De 0 is uit. Het vriessymbooltje, dat is het tweede symbooltje, dat is voor het vriezen. De 4e, dat is ijs maken. En de 1e, dat is mixen. Dat kan je gebruiken op het moment dat je zeg maar de ingrediënten samenvoegt en je denkt dat het toch nog iets beter gemixt moet worden. Dan kan je dat met de machine doen. Dit moet ongeveer een half uur tot 40 minuten nu vriezen. En dan hebben we, en ik kan het nu al zeggen, heerlijk vanille-ijs. Want ik heb natuurlijk al een heel klein stukje gepoefd. Nogmaals, ik ben geen kenner. Dit is de eerste keer dat ik ijs maak zelf. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Alleen ja, goed andere smaken kan natuurlijk lastiger zijn. En ik weet ook dat er recepten zijn waarbij je de melk en de slagroom moet opwarmen. Het feit dat het nu iets langer duurde als de 45 minuten die ervoor staat, dus bijna een uur, heeft alles te maken ook met het feit dat zeg maar, hoe koeler de ingrediënten zijn, hoe makkelijker de machine daarmee omgaat. In dit geval waren ze zeker niet koel. Zo, dat was de video over het maken van ijs. Het stelde echt niet veel voor. Het enige wat wel een feit is, is dat het vriezen wat langer duurde als het in het boekje stond. We hebben 60 minuten moeten gebruiken om te vriezen. Om ijs te maken. Je hebt het proces van ijs maken waarbij ook het schoeperrad draait. En dan vervolgens hebben we ongeveer 40 minuten gevroren. Dat had misschien iets minder gekund, maar ongeveer 40 minuten. Wat we wel gezien hebben is dat de toplaag, zeg maar, die was nog redelijk, nou vloeibaar wil ik niet zeggen, maar die was nog wel niet echt ijsconsistentie zoals je dat gewend zou zijn. Maar daaronder heb ik het echt eruit moeten schrapen, anders was het er niet uit te halen. Inmiddels is het grootste gedeelte ingevroren in de vriezer. Kijken of dat een goed resultaat geeft en we vonden het zelf allebei heel erg lekker. Veel lekkerder dan dat je roomijs, vanille-ijs en de winkel haalt. Simpelweg omdat je het met je eigen ingrediënten doet. Ik hoop dat je het leuk vond. En wie weet maak ik hier nog wel eens een keer een video over. Tot de volgende keer. Dag.